De gemeenteraad vertegenwoordigt jou als inwoner van de gemeenteraten. We hebben in totaal 25 raadsleden. Maar wie zijn dit eigenlijk? In het Rotter Ommetje gaan twee raadsleden met elkaar in gesprek en kom je meer over ze te weten. Dit is Sylvia van der Heijden. En dit is Teun Schuurkamp. En we beginnen met deze vraag. Teun, vertel, waarom zijn we hier bij de Belten? Waarom vind je dit mooi? Ten eerste vanwege de ligging. Het ligt heel mooi tegen de bossen aan de hand. Net mooi buiten het dorp. Maar ik wilde dit met name laten zien om te laten zien hoe een heel klein dorp groot kan zijn. Ja. Deze MFA is met heel veel zelfwerkzaamheid. Bijna iedereen, van klein tot groot een dorp, heeft eraan meegewerkt, is dit tot stand gekomen. Mm-hmm. En bijna alles wat een dorp plaatsvindt aan verenigingen, sport, cultuur, vindt nu hier op die ene centrale plaats hier in het dorp. Ja. Ook de centrale opslag is hier gebouwd voor materiaal van alle verenigingen. Dus al met al een hele mooie plek waar we echt trots op zijn als dorp. Ja, terecht. Allemaal mooi in verbinding met elkaar. En jij Sylvia, wat is voor jou de mooie plek? Nou, Raten kent natuurlijk heel veel mooie plekken. We wonen in een prachtige gemeente. Zelf wandel ik heel graag langs Overijssels Kanaal. Het kronkelt heel mooi door onze gemeente. Ik woon op Raten Noord, dus ik ben er ook zo. En jeugdherinneringen komen dan boven. En ik denk dat het Overijssels Kanaal nog heel veel potentie heeft voor de toekomst. Dus ja, dat is wel een van de favoriete plekken in de gemeente waar ik graag langs wandel. Het is ook lekker buiten. Heerlijk. Ik kan me voorstellen dat er ook een heel mooie plek is. Ja. Nieuwsgierig geworden? Het hele interview lees je op raalte.nl/raalterommetje.